als je ook zin hebt in deze vlog. En let's see. Zijn mijn ballen bij? Dit staat jou mooi. Hey. Ze leven glijden met de handrem. Komt ie, hè? Oh, nee. Nee. Oh. Heb je zin in papa's macaroni? Familievloggers. En wij zijn weer thuis van Disneyland Parijs. En het is vandaag weer tijd om vroeg op te staan. We hebben Woezel en Pip gisteravond nog opgehaald van het hondenpension. Gisteravond veilig thuis. Vind ik wel bijzonder, niet anders. Toen hebben we gelijk de pups erop. Met hondjes, hè. En de hondjes weer. Jan van de hondenpension is ook heerlijk gewassen. Ze ruiken heerlijk. En Luan die heeft hier een hele mooie pijl en boog gekregen. En dan gaat hij mee schieten. Hoe leren papa dat nou? Ja. Rechterhand, vuurhand. En Loes heeft deze andere gekregen. En Els en Anna. Els zit helemaal daar. Oh ja. Oh ja. Oh daar. Die was voor mij. Ja, die was voor jou. Ja! Goed zo, jongen. Wauw. Heb je Anna achterin gezet? Oh, ja, die gaat naar school. Oh, ga je naar school? Oh. Doeg. Ja! Goed zo, jongen. Kijk, dus ik heb ze alle vier. En een boog. Heel mooi. Nu gaan we delen. 1, 2, 3, 4. Goed zo. Vier? Ja. Kijk, de schooltasjes die staan al klaar. Eentje voor Lucilla en eentje voor Luan. Die is voor jou. En Luan heeft een Mickey Mouse tas. Hartstikke mooi. En nu gaan we even eten. Kom maar. Ja, en die is naar de fiets. Hebben jullie weer zin om naar school te gaan? Ja. Ik ga jouw grote broer en zus even naar school brengen. En naar afspraken, dus ik zie jullie straks. Neem ik Luan en zet hem mee. Ja? Goed, mama, help bij hem met de koffietjes uitpakken. Ik heb ze boven getild. Ja. Doei. Zijn we tot vanmiddag, mama. Succes met uitpakken. Het is buiten heel koud. Dag Woezel en Pip. Ik heb Woezel en Pip net uitgelaten. Nee, mama even bij dat school. Hebben ze wel tasjes? Oh. Ja, je tasjes. Wow. Hier deze tas trouwens een gymtas in. Oh ja. Oké. Okay. Nou. Daar gaan we dan. Ik heb ook iets leuks mee. Ja, mama en Luxie zwaaien voor het keukenraam. Doei. Dag, dat is Luan. Dag. Doeg. Die gaan we naar school. Hè. Zie je dat? Ja. Die gaan we naar school. Doeg. Zo, terwijl Luxie even haar ochtendslaapje doet, ga ik even deze grote koffer van het afgelopen uitje uitpakken. En het is een hele grote koffer. Met heel veel kleuren erin. Ik ga het even neerzetten. Maar, kijk. Wat ik altijd doe als ik de koffer weer inpak. Van vakantie. Terug naar huis. Dan sorteer ik eigenlijk altijd al bij het inpakken van de koffer. Wat was is en wat geen was is. Zodat ik als ik de koffer open doe nu. Ik nu niet nog moet gaan sorteren. Wat vies is het niet. Eventjes één disclaimertje. Als ik de koffer open doe, schrik dan niet van de rotzooi. Ik ben niet zo van het opvouwen. En al helemaal niet in koffers. Dus het is niet, zeg maar, allemaal super netjes ingepakt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Zachtjes voor de baby. Kijk, nou is dit allemaal schoon. En het zijn wel allemaal kleren die ze op zich al hebben aangehad. Maar omdat het heel koud was buiten, had ik extra kleren meegenomen met meerdere laagjes. Dus bijvoorbeeld zo'n trui die Luan heeft aangehad. Ja, die heeft hij één keer aangehad de hele dag onder zijn jas. En ja, jongens, we hebben al zat was. Helemaal met een gezin van 5. Dus we gaan dan niet onnodig wassen. Het klinkt misschien stom. Ik weet niet of ouders dit herkennen of niet. Maar ik ga dan niet nog een keer in de was doen. Omdat hij in één keer onder zijn jas heeft aangehaald. Deze ga ik gewoon weer opvouwen in de kast. En ik kan die gewoon weer een andere keer aan. Wat ik wel in de was doe overigens, zijn dit soort dingen. Niet dat jullie denken van...
recycle je onderbroek of zo. Het is niet dat we de onderbroeken nog een keer omdraaien. Dat zou je haast denken, maar nee, dat vind ik dan weer te ver gaan. Wat ik wel in de was doe zijn sokken, onderbroeken. En sommige broeken heb ik wel in de was gedaan. Dus dit is zeg maar het wasgedeelte. Dat ga ik wassen. En dit is het gedeelte wat ik gewoon kan opvouwen en weer terug kan leggen in de kast. En dan scheelt het een heel hoop was, ondanks dat we toch heel veel hebben gebruikt. Ja, ik weet niet of ouders dit ook herkennen. Laat even weten onder de video dat je denkt, nou ja, weet je, één keer aangehad, kan er nog een keertje. Ik bedoel, het is niet vies geworden. Dus ik ga eventjes snel deze koffers uitpakken voordat Luxie weer wakker wordt van haar ochtendslaapje. Hebben jullie waarschijnlijk al gezien in vlogs. Dat ze overal naartoe wijst. Ze wijst heel graag naar de dingen die ze ziet. Ze ziet nu bijvoorbeeld hier nog die vlaggetjes voor de ramen. Die was nog van Lucella's verjaardag. Die moeten we nog even afhalen hoor. Maar die hingen er nog. En ze wijst naar alles wat ze ziet. Ja, daar. Wat is dat? Dat, ja, dat zijn de ballonnen. Dat zijn de ballonnetjes. Ja, dat zijn lekkere pluizaadjes. Oeh, schatje, kom. We gaan lekker een bammetje eten. Lekker bammetje eten. Als jullie trouwens denken, waar is Daniel? Die heeft vanochtend de kinderen naar school gebracht. En die is toen even doorgegaan naar opa. Want die moest hij eventjes helpen voor een klusje. Ja, oh, schatje, kom. We gaan even lekker een bammetje eten. Zo, nou. We eten even een crackertje. Oh, met niks erop. Kijk eens. Want ik was even vergeten, we hebben geen boodschap in huis. Omdat we het weekend waren weg geweest. Is al het brood op. Dus ik heb weer even een berichtje gedaan naar mijn ideale bestelservice. Ik zit die kruip nu over de tafel. Wat ga je doen? Kijk, ik heb eventjes de bestelservice een appje gestuurd. Het is echt heel handig. Overigens, deze bestelservice is helaas niet door jullie te gebruiken. Dit is een hele erg privé bestelservice. Kijk, dit is mijn berichtje. En als het goed is, Luxie, komt dan straks de bestelservice zo, woep, in huis. Dit is even de app met Daniel. Ja, hè? En tadaa! De bestelservice is thuis. Nou, Daniel heeft even snel de boodschappen thuis afgezet. Die ik net heb geappt aan hem. En hij is nou weer door naar de volgende afspraak. Want hij is met opa even wat klusjes aan het doen. Hé, hey, zullen we het oudertje er even uithalen? Kan je even hier spelen? Oh, kijk eens. Dit is een leuk autootje. Zo. Dag. Dag. Zo. Dat is mooi. Dat is heel muzikaal, hè?
Wat is dat dan? Wat zie je dan allemaal? Ze wijst overal naartoe. Ja, wat zie je allemaal? En dan samen muziek maken. Ja. Eigenlijk moet je ook nog een mooi hoedje op. Kijk. Mooi hoedje op. Oh, die is ja mooi. Die staat ja mooi. Kijk, ik heb nog een kleintje. Doe maar. Goed zo. Ja. Mama, ook een hoedje op doen. Mama, deze op doen. Kijk. Even kijken hoor. Oh. Vind je die mooi? Vind je die mooi? Ja, ook een hoedje op doen. Kijk. Oh, kijk, kan je daar kijken. Kijk maar daar. Zie je jezelf? Zullen we samen muziek maken? 1, 2, 3, 4. Hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. Jij die? Zo. Mama deze. Zo. Oh. Zo, ik ben weer terug. En ik ga de hondjes uitlaten. En jawel, Woezel en Pip. Volgens mij komt er sneeuw. Kijk maar. Oh, Woezel en Pip. Zal er sneeuw komen? Geen witte kerst. We hebben weer 2019. En die sneeuwval altijd al wat rustgevend zijn. Even zo na de drukte van wat werkafspraakjes en vele belletjes en e-mailtjes. Is niks lekkerder dan even een rondje lopen met Hoes en Pip. Wij wandelen door de sneeuwstorm weer terug naar huis. Ja, plasje daar gedaan. Snuffelhondjes. Luxie is helemaal moe geworden van haar eerste pianodes. Het was trouwens niet echt een piano, maar een, noem je dat, keyboard. Maar goed, maakt niet uit. Kijk, en ze is nu hier. In slaap gevallen op de bank. En? Ja, het sneeuwt buiten. En het is weer tijd om Luan en Lucille op te halen van school. En kijk eens. Ja, de sneeuw wordt dikker hoor. Het is -2, dus als het nou ook blijft liggen, dan hebben we toch nog een beetje echt wintergevoel. Hey, Luan, Lucille. Hoi. Leuk gehad? Ja. Het sneeuwt, hè? Ja. We gaan heel stapvoet naar huis rijden. Want het is glad met sneeuw op de weg, oké? Yes. Op naar huis. Doei. Hé, hey, Luanzilla. Zullen we even glijden met de handrem? Komt ie, hè? Ja, nou, hè. Cool, hè? En we zijn weer... En nou zijn we weer met sneeuwwolfjes. Hallo, sneeuwwolfjes. Wat voor geluid maakt de sneeuwwolf? Kijk eens, sneeuwwolf in het jullie cellen. Sneeuwbal maken, cellen. Veel te koud, hè? Oh ja! Merci. Leuke duifjes. Witte wereld. Kom, gauw naar binnen. Nee. Oh, gauw naar binnen. Zag je ze? Even goed stampen op de mat zo. Hé, de voeten. Stampen. Stampen. Zo, schoenen uit op de mat, hè? Baby's laat. En mama moest wanten meenemen. Ja, het heeft gesneeuwd. Ja, het sneeuwt. Echt wanten meenemen. Ja, schoentjes lekker uit. Helemaal wit. Luxie heeft de allereerste piano / keyboard les gehad. Zo, wat leuk. Wat leuk. Echt waar. Laat maar kijken. Ik ben er helemaal van geworden. Echt waar. Luxie, doe het samen spelen. Sneeuw. Ja. Sneeuw. De kerstman zaten nog net. Ik kan maar niet op vergelijkbaar. Nee, ik kan maar niet. Ja, het kan wel, maar krijg je sneeuw. Woezel denkt, ik ga met mijn billen op de keyboard zitten. Ah, Woezel, ga je met je billen keyboard spelen? Ah, Woeske. Lekker warm, mannetje. Ach. En Sela, mag ik even op je fiets? Ja hoor. Nou kinderen, lekker binnen spelen. Want het is buiten. Bibberkant. Hoe zal ook met de keyboard aan het spelen? Zie je dat?
Moest ook heel erg goed. Je vindt het ook allemaal goed. Was het leuk op school, schatje? Ja. Ja? Heb je het leuk gehad? Ik heb gemist bij Frankrijk. Oh, ja, je hebt het gemist, hè, bij Frankrijk. Gelukkig hebben we ze nou weer lekker thuis. Oh, een poezeltje. Oh, hij heeft het gefriemel, maar heerlijk. Een kereltje. Oh. Nou, weg hond. Hoezo? Slijbaan. Oh, een poppertje. Kijk, Leon op de fiets. Je bent te groot, jongen, voor die fiets. In ieder geval voor de... Nou, gezellige Luxie. Is iedereen weer thuis? Iedereen is weer thuis. Nou, en ik ga maar eens even lekkere macaroni die papa Belling gaan maken. Ik heb hier de macaroni. Runde gehakt. Gebakken eitjes. Paprika groen. Tomaten. Tomatensaus. En dat ga ik eens eventjes lekker maken. Zilla? Ja? Heb je zin in papa's macaroni? Ja. Ja? Ga ik lekker maken. Maar bij mij moet saus. Net gebakken ei. Ja, 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 ik heb gebakken eitjes. Maar mijn papa, ik wil niet bakken eitjes. Ik wil saus erbij. Lekker saus. Dus ik macaroni. En ei niet. Okay, geen... En pap doe ik zo rond. Ja, rond daar. Zo rond als de maan van gisteren, die bedrijf. Nee, zo rond als een pannenkoeken. Als een pannenkoeken. Oké, okay. Ga ik doen. Nou, ik ga koken. Vader is lekker aan het kokkerellen in de keuken. Wat zijn we het maken, vader? Nou, vanavond weer papa die Belling gaan met een verse tomaten, paprika's, gebakken eitjes, kijk. De pasta. En dat eten kinderen lekkers. Ja, hè? Kleine macaroni's die verder? Wat ik eigenlijk aan de kunst vind, is met zo min mogelijk pannen te werken. Dus ik heb eerst ei 1 gebakken, zet 2 eieren, nog keer 2 eieren, dan ga ik de groenten snijden, runder ga ik ontdooid en met lekker kruiden gaan. En de kunst is ook al dat de pan niet aanbrandt. Dus laat ik hem van het vuur af, dan is het nog heet, hem helemaal droog koken. En dan doen we nu de gesneden groentjes bij in. En dan het potje, Marijn op het draaien. Saus. Hou zo. Ga zo poetsen. En dan kiepen we hem erin. 3, 2, 1. Volle. Nou, en nou pruttelen, maar kunnen we 10 minuutjes eten. Dat was kookles van papa. Eten. Wauw, dat ziet er lekker uit. Zo, Luxie, ik heb voor jou een portie. Dat kan jij wel op. Ik heb hier een Luan-portie, hoe vind je dat? Op een blaadje van ei. Leuk, hè, Lu? Hier ligt het bordje van mama. Het bordje van papa. En het bordje van Lucilla. Nou, Woezele Pip wil nog gaan spelen in de sneeuw. Nou, was Web, gaan we een tikkertje doen. Hé, Woezele, zit niet zo bij Pip. Ja, doe maar. Het staartje met antenne. 1, 2. Oeh, kijk eens. In de witte wereld. Hoe kijk die af de tripperlikjes. Ga maar spelen. Koud aan de pootjes, hè? Dag, Woezele Pip. Kom even rondsnuffelen. Lekker snuffelen in de tuin. Oh, je kunt die afdrukjes. Mooi, hè? 100.000 pootjes van Woezele Pip zo. De dag zit erop. Ja. We gaan eten. En in bad en in bed. Vond je het weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op ons belletje te klikken. En we zien jullie graag morgen weer in een nieuwe video. Tot morgen. Geniet van de witte wereld. Doei. Volg je hart. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je
doe je mee. Bom, 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 bom,